Tino, dat is goed. Ik ben lekker aan het lopen met Lady. Ja. Dus dat betekent dat Ro met de twee zusjes aan het lopen is. Ja. Nou ja. Ik wil twee, maar ik laat even daar even snijden, want het is... Alsjeblieft. Dat vinden ze lekker, blijkbaar. Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit geproefd. En dat zal ik ook maar niet doen ook. Nee. Ja, het zou wel kunnen. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. En welkom op de tweede kerstdag van 2022. Dus dat is vandaag maandag 25 december, jongens. Ja. Het is nu nog steeds lekker licht op dit moment. En het is nu 4:15 in de middag. Ja. Dat komt ervan als je dus je eigen man ophaalt van zijn werk in de ochtend. En dan dat hij hier weer gaat komen en dan gaat slapen. En dan dat je weinig slaapt, zeg maar. Want om 9:30, 10:30 gingen we pas slapen. Ja, en dan kom je dus pas laat uit. Maar dat geeft niet. We zijn wel weer begonnen bij een gloednieuwe vlog. Dus ik wens jullie gewoon onwijs veel kijkplezier vandaag met het kijken. Dus tot strakjes. Jullie zien dat is goed. Ik ben lekker aan het lopen met Lady. Ja. Dus dat betekent dat Ro met de twee zusjes aan het lopen is. Ja. En mijn lieftallige andere schat. Mijn buurman Alex. Ja. Ja, die is een beetje ziekies. Ja. Ik kan hem niet een knuffel geven. Ik kan hem niet eventjes een fijne kerst toewens. Ja, dat kan ik wel, maar hij ligt alleen maar ziek op bed. Dus ja, dat is niet handig. Nee. Maar ook niet fijn om ziek te zijn met de feestdagen. Nee, totaal niet. Maar ja. Hé, hey, schatie! Ja! Maar oké, hè. Ja, ach ja. Oh, had ik al verteld dat het koud is? En dan heb ik gewoon alleen maar een t-shirt en een trui aan. En ik heb geen jas aan. Nee. Hoe wordt men ziek, zou mijn moeder zeggen. Nou, zo. Zo wordt men dus ziek. Op deze manier. Ja, maar ja. Ik ben gewoon eigenwijs. Ja. En ik ben nog niet wakker genoeg. Nee. Goedemorgen. Deze morgen. Maar ja. Als mijn meisje het maar goed heeft, zeg maar. En mijn meiden. En mijn dieren, gewoon. En mijn vent. Ja, en dan ga ik hem vanavond ook weer wegbrengen en morgenochtend weer ophalen. En dan woensdag weer lekker even naar Duitsland. Even voor de laatste keer dit jaar. Ja, je hoort het goed. Dit jaar nog even boodschappen doen. In Kleve, jongens. Gaan we weer even in Kleve. En je ziet, als ik het al aan Duitsland heb... Dan ga ik gewoon glimlachen, want oh, ik kom daar zo tot rust in Duitsland. Hoe dan? En het liefst wil ik gewoon verhuizen naar Duitsland, echt. Het liefst, ja. Want je hebt zo'n partij grond. Echt. En Roderick en die denkt daar ook al over na. Maar je krijgt toch wel overal een baan, dus. Dus ja. Dus dat eigenlijk. Dus ik vind het wel fijn.
Dus om daarover na te denken, om dus eigenlijk gewoon lekker te gaan verhuizen naar Duitsland. Het zijn gewoon onze toekomstdingen, zeg maar. Maar we gaan het zien of het ons gaat lukken ergens ooit. Ja, ooit. En toen zat ik in de auto. En dan ga ik even kijken waar Ro uithangt. Ja. Even de auto starten alvast. Zo. Zo, even muziek op zacht. Die even aan. Even alvast mijn gordel om. Ja, dat is ook een hele goeie. Zo. En dan moet ik even kijken. Ja. Even kijken waar Ro uithangt. Waar die is. Want we zouden ook nog even kijken bij de mal. Even kijken hoor, waar die is. Als hij ook opneemt. Hey, en waar ben jij? Oh, ja. Nou, ik zit al in de auto. Okay. Ja, dat met paard. Hè? Huh? Nou, wat? Moet je me halen bij het paardje? Nou, nee, want de honden die zijn mee. Ja. En ik ga niet zo snel kleed eruit halen en dan zeg maar doen. Ik dacht, nou, dan ga ik eerst dat de drontjes daar mogen rustig meelopen met de handen. Ja, maar de koekoek denk! Met de handen. Nee, dat mag zo en zo mag dat niet, schat. Dat niet, nee, dat mag niet. Trek haar, hondjes staan en lekker lopen. Nee, dat mag niet, schat. Mag dat niet? Nee. Hè? Huh? Ja, dat niet mag. Dat is zeker handig. Ja, blijkbaar. Geen idee. Nee, maar dat gaan we maar niet doen, denk ik. Nee, gaan we lekker niet doen. Fijne avond. Wat jij? Hè? We hebben alweer nieuwe aanplant. Een nieuwe of wat? Aanplant. Een nieuwe? Aanplant. Wat is dat? Aanplant. Aan? Aanplant, ja, plantje. Oh, nieuwe plantjes. Ja, aanplant. Aanplant, ja, ja. Wauw. Nog nooit zo gehoord, een nieuwe aanplant. Jullie? Volgens mij ook niet, nee. Je hebt aankopen, je hebt aanplanten. Aanpoten. Ik had al met aan. Het pandje weer wordt goed aankomt. Ja, dat kent ook niet anders. Nee, ja. Dat weet ik ook allemaal niet. Een defibreerhaakje ervoor. Haakje om te kunnen defibreren. Wat defibreren is, weet ik ook niet. Nee, dat weet ik ook niet. Ja, die keks die blakte muggen, dat vind ik ook niet leuk natuurlijk. De waar? De keks blakte de muggen. Geen idee. Ja, dat is dan niet op. En de meet and greet van Enzo en Miron, die is in 5 dagen tijd 170 weergave. Ja. En van vandaag, dat is 8 weergave in 2 uur tijd. Oh. Hè? Het Pareto optimum is nog niet bereikt. Nee, maar dat komt wel denk ik nog. Nou, zeg. Ik ga de naam ook een beetje veranderen. Ik denk als ik dat ook doe. Nee. Ik moet niet daar wezen. Nee. Niet daar. Het moet hier wezen. Ik ga gewoon lekker even de naam veranderen. Met dat er ook Enzo in.
Zo, heb ik dat ook wel alweer gedaan? Dit is grappig. Ach ja, jullie zien Roderick zo meteen wel in de vlog. Ja hoor, zeker die hypotheker. Ja. Zo, wat zit er allemaal in? Zo. Er zit aardig wat in. Dat weet ik wel. Er zit aardig wat in. Maar wat zit er allemaal in? Geen idee. Nee, die hoef ik niet. Die mag ik niet eens hebben, laat ik het zo zeggen. En je hebt hier ook allemaal yoghurt hieronder. En deze is open, dus die mag nog niet eens meer verkocht worden. Nee, niet zo heel veel soep, zeg maar. Hè? Nee, heel goed. Ik denk weer sparen. Nee. Spannend. Hè? Met twee miso stukjes vlees erin. Ja, joh, dat is toch handig? Wist je dat nog niet dan? Hé. Hey. Wist je dat nog niet dan? Nee, dat weet ik nog helemaal niet. 2,50 betaald voor een paar stukjes miso vlees. Er zit zoveel in, maar ook eigenlijk weer helemaal niet. Voor ja, ons dan. Hè? We hebben ook tien alweer. Ja, nee, nee. Andere. Bijna, maar nog niet helemaal. Eimuis, smakelijk. Oh, wauwie. Heerlijk. Ja, jullie weten het waar we zijn. Hoef ik niet meer uit te leggen. Nee, ook geen zin in. Nee, ik ga het gewoon niet uitleggen waar we zijn. Geen zin in. Totally not. Nope. Totally not. Ga ik het niet uitleggen. Nee. Ah, dat deed zeer aan mijn oren. Moet dat zo hard tegenwoordig? Zo. Dat had ik vroeger niet hoeven doen. Had ik gelijk op mijn donder gehad. Als ik dat zo hard zou doen. Maar ja, we gaan eens even kijken. Ah, defect. Hey. We gaan eens even kijken. Hey, bruin brood. Alleen maar bruin. Nou ja. Ik wil twee, maar ik laat even daar even snijden. Want het is... Alsjeblieft. Doe maar gewoon en gewoon in twee zakken gewoon. Yes, top. Ja, dat ding is defect. Dus dan moet ik het hier even laten doen. Even zelf. Laten snijden. Ja. Oh, kijk eens. En dit vindt er ook zo lekker. Dit vindt er ook heel erg lekker. Ja, en dit ziet er allemaal lekker uit. Maar dit ga ik niet eten. Nee. En rood daar. Helemaal goud. Helemaal leuk. Nou, ik even door de bocht. Ik denk, nou, we staan op één. Want hier ging ik eruit. Want hier heb je de mediamarkt. Maar nee, we staan nog eentje boven. Dus ik ga nu even met trap naar boven toe. Een stukje rustiger, zeg maar. Ja. En dan gaan we zo vooral weer even oppikken. Helemaal goud. Kijk. Nou klopt hij wel. Maar eigenlijk, normaal staan we eigenlijk ook echt altijd op één. Dus waarschijnlijk is het daar mijn fout. Maar dat geeft niet. Kijk, want hier heb je ook weer de mediamarkt. Ja. En nou ben ik hier. Ook leuk. Gezwellie. Maar hoe ik er dan bij kom dat ik dus beneden sta. Het zal wel. Waarschijnlijk nog een beetje moe. Maar ik ga mijn auto opzoeken. Opsnorrelen. Kijk. Nou, en dan klopt hij weer. Ja, ook leuk. Oh, 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 oh. Wat ben ik ook soms. Lekker een lekkere oen ook, hè. Heerlijk. Zalig. Lekker een oenetje. Kijk, en daar staat mijn mooie bolide. Daar staat mijn bolietje. Bolide. Hier staat mijn bolide. Ja. Yeah. En dan gaan we eens even instappen. Ja. Helemaal goud. Helemaal top. Dat zeg ik, we gaan even instappen. Yes. Even de dingen er even uithalen.
Zo, en dan kan ik namelijk instappen. Ook leuk. Zo. Top. Zo. Motortje aan. Lijkt me ook een hele goeie. Even op zacht. Zo. Jij daar, jij daar, jij daar. Mijn gordel om. Ook een goeie. Oh, en ik wil jullie gewoon even aan de lader gewoon even doen. Maar moet het wel goed wezen, hè? Ja. Zo. En dan eventjes jullie even pesten. Omdat ik dat leuk vind, jullie pesten. Ja, ik vind het gewoon even leuk om jullie te pesten. Ja, dat vind ik gewoon even leuk. Dat moet ook even goed gaan, hè? Tralali. Nou. Ah, ik zit verkeerd. Goedemorgen. Ja. Zo, ik moet deze hebben. Goedemorgen, zeg. Goeiedag, schotel. Even wachten. Even kijken waar die auto naartoe gaat, want ik wil die andere kant op. Ga maar even lekker weg. Goed zo. Ja, die kant op. Helemaal goud. Jee! Nou, dan gaan we rouw ophalen, jongens. Jee! Joepie, bochie! Volgens mij willen jullie wel meekijken, toch? Nou, dan gaan we daar even voor zorgen. Zo, ik heb even nog even iemand aan de telefoon, maar die krijgen jullie zo meteen te zien. Dus die houdt ook eventjes op dit moment even zijn snater helemaal goud. Maar ik heb ook nog wat voor de hondjes gekocht, al toen dat ik nog in Den Helder was, in Julianendorp en bij de Budgetfood. Dat is een, nee, ik word er niet voor gesponsord, jongens, helaas pinnekaas. Deze, dat zijn van hele grote, dikke bonken. Dit zijn bonken, dat wil je niet weten. Kijk, maak hem even open. Kijk, dat zijn van deze grote, dikke bonken. Ja, en dat vinden ze lekker, blijkbaar. Ik weet het niet, ik heb het nog nooit geproefd. En dat zal ik ook maar niet doen ook. Nee, ja, het zou wel kunnen proeven. Ik ga het gewoon eens even zo meteen proberen. Ik weet niet, goed, dat weet ik. YouTube content, content. Ik ga gewoon een koekje proberen van een hond. Zal ik het eens gewoon proberen? Zal ik het gewoon eens even proberen? Ik heb een heel klein inimini stukje. Vinden jullie dit en dit nou serieus lekker? Het is zo'n knijtertij, man. Emma, het is... Emma, nou, zo, kom er niet uit, joh. Hallo. Maar het is niet slecht. Het is... rund. Ja, oké, rund. Ja. Het is taai, man. Jeetje. En dat vinden jullie lekker, oké? Ja. Nou ja. Het is maar waar en wij van houdt. Nou ja, leuk. Handig. Maar ik ga het even gewoon even geven aan de hondjes. Kijk. Eens kijken. Heel zielig, hoor.
Ja, maar die vind je wel lekker, hè? Jij ook? Alsjeblieft. Jij ook? Oh, toch wel. Alsjeblieft. Ah, thuisspul. Ik weet niet, ja, maar het smaakt niet vies. Dat zeker niet. Nee, het smaakt niet vies. Ja, ik snap wel, ik snap wel en dat jullie het lekker vinden. Ja, dit moet ik nog opruimen, dat moet ik opruimen, dat moet ik opruimen, dat moet ik opruimen. Ik weet het. Het is één grote bende, ik weet het. Maar jullie krijgen het ook gewoon heel snel weg. Ik niet, moet eens kijken. Kijk hier. Dat is zo snel weg. Kijk, check dit. Dit is gewoon zo snel weg. Lekker, hè? Ja, dat dacht ik al. Dat het lekker was, ja. Kijk, en hier zit toch eigenlijk niks in. Dus die kan 1, 2, 3... stikkerdee, weg. Lekker, hè? Smak, 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 smak. Ja, dat dacht ik al. Nou, maar met wie ben ik nou aan het bellen? Ja, niet. Niemand minder dan mijn eigen editor Niels. Hey, goedenavond mensen. Voor iedereen nog hele fijne kerst toegewenst. Ja, inderdaad. En dan komt dit pas in het nieuwe jaar online. Ja, maar ja, het zijn kerstopnames. Dus ja, dan gaan we iedereen alsnog van fijne kerst wensen. Ja, precies. En het mag nog. Want volgens mij komt dit, weet ik veel, welke datum online ergens nog. En nog voor 10 januari. Daarom. En anders. Pech gehad. We zeggen het gewoon. Wij hebben er maling aan. Ja, precies dat. Precies dat. Inderdaad. Precies. Dus. Kijk, we lopen niet van iets wat achter, dus dan mogen wij dat. Ja, daarom. En net zoals de Bellinga's, die lopen ook een week achter, dus. Daarom. Dus moet kunnen. Dus ja, alle kerstcontent die komt gewoon wat later. Ja, nou, daarom precies dat. Alleen, ik heb een heel klein inimini boompje en die staat nu daar bij de hoek daar. Ja, precies. Gewoon lekker op een stoel. Helemaal goud. Lekker, hè? Ja, dus dat. Ja, ik was gewoon eventjes aan het bellen met Niels. Ook gezellig. En de hondjes hebben nou wat lekkers. Ja, en ik ga toch gewoon, ja, nou ja. Ik weet niet waarom ze dat lusten, maar ik heb nou toch wel geprobeerd om iets te proeven wat hun dus altijd eten. Maar ik heb ook nog eigenlijk een frolic. Maar dat is heel zout, denk ik, volgens mij. Zal ik een frolic proberen? Ik ben niet goed wijs hoor vandaag. Hier is een frolic, hè? Je kan er niet dood aan gaan. Het is een frolic. Nou, en ik weet, en er zit gewoon heel veel zout in. Nou, ik ga het gewoon proberen. Droog. Het is droog. Karen die ja. Honden eten probeert. Het is ja, droog. Maar ja, als de hondjes er niet aan dood gaan, kunnen mensen er ook niet aan dood gaan. Oh nee, dat is waar. Maar zout ook. Dus, ja, het is alleen niet voor mensen even lekker, maar... Nee, maar... Ja. En maar het is ook en ook niet... En niet echt vies of zo. Alleen, het is droog. Nee, maar ja, als we 100 eten, dan kunnen mensen het ook eten. Ze gaan er niet dood aan. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Dat klopt. Inderdaad, correcte moendood. Dus. Nou ja, ik moet nog sowieso eten. Ik heb hier nog van Ro. Ja, ik heb hier nog tomatensoep. Ja, vanaf zijn werk. Ja. En ik heb hier, kraak, kraak, kraak. Ik heb hier nog cola vanaf zijn werk. Ja. En dan heb ik nog een bekertje tomatensoep. Dus dat moet ik nog gaan opwarmen. En voor in de magnetron. Dus dat ga ik zo meteen lekker doen. En dan ga ik lekker smikkelen. Nou, ben even dus met alle drie de dames aan het lopen. Lady, Beauty en daar hebben we Lovely op het end. Kom, hoppa. Goed zo. Ja, moet ook even gebeuren.
Ik lig lekker op bed. Inderdaad, dat zien we nu heel goed. Maar dat betekent dus wel dat ik de vlog lekker ga afsluiten weer vandaag. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Ik ga het niet helemaal meer opnoemen. Jullie weten het wel. Het zijn gewoon 4 stappen. Dat is zo lekker makkelijk. Maar vergeet dan zeker ook dat duimpje niet. Want dat is heel belangrijk. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.